Hi, hey, goeiedag. Welkom of welkom terug op mijn kanaal. Um, ik, ik zat laatst op YouTube en toen dacht ik, uh, zag ik wat leuke filmpjes van um, een top 3 in elke categorie. Toen dacht ik dat kan ik ook doen en dan kan ik jullie misschien een paar leuke tips geven. Um, er komt veel licht van die kant. Sorry, dat is mijn keukenraam en die is op het zuiden. Dus ik ben vanaf die kant redelijk belicht. Daar is mijn woonkamer en die is op het noorden. Dat, dat lijkt me nogal logisch. We gaan beginnen met primers. Um, wat ik wel van tevoren wil zeggen, dit is niet op merk. Uh, een aantal dingen is op de, het product zelf en een aantal dingen heb ik uitgezocht op kleur. Dat maakt op zich niet zoveel uit, dat, dat meld ik er dan wel bij. Maar dit is een momentopname. Dit vind ik nu de fijnste producten zeg maar in mijn collectie. Um, kan over drie maanden heel anders zijn. Want uh, Essence Catrice is net met een nieuwe uh, uh, update gekomen. Waar hele fijne producten bij zitten. En ik ben nog dingen aan het testen. Waar hele fijne producten bij zitten. Dus um, dit is een momentopname. Misschien dat we dit soort dingen uh, één keer per half jaar of zo. Of één keer per kwartaal kunnen doen. Uh, om te kijken wat er dan verandert. Maar goed, om te beginnen: de primer. Doe ik mijn bril op. Want dan kan ik het precies voorlezen. Dit is de Glowish Blur Gem van Huda Beauty. Deze. Ik ga in deze video trouwens niet swatchen. Uh, niet dat het heel belangrijk is, maar goed. Um, ja. Een Silicone Free Smoothing Primer. Nou, deze is echt bijna op. Ja, die, deze gebruik ik eh, denk ik dagelijks. Wat ik ook heel fijn vind, is de Iconic London Underglow Blurring Primer. Die is eh, goed onderweg, zoals je ziet. En wat staat er nog achterop? Shake well before use. Eh. Uh... En dat je het moet uitspoelen uit je ogen als je het toevallig in je ogen krijgt. Nou, um, heel fijn product. Heb ik gekocht bij Cult Beauty. En de derde die ik echt heel fijn vind is de Dior Forever Glow Veil. Vale. Deze was heel duur, vond ik. Uh, en daardoor heb ik heel lang getwijfeld om hem te kopen. Maar ik heb het toch gedaan. En ik ben blij dat ik het gedaan, want ik vind hem echt heel fijn en hij geeft echt, echt extra hydratatie aan mijn droge huid. Oké, okay, uh, dan de concealers. Dat is meestal de volgorde waarin ik mijn make-up doe. Ik doe de volgorde die ik hanteer. Um, heb ik drie concealers uitgezocht, waarvan de eerste de Dior Forever Skin Correct is. Dat is deze en ik heb de kleur 1N. Uh, ze hebben ook nul. Ja, 24 uur wearing. Full coverage Creamy Concealer. F Floral Extract Enriched. Nou, dat. Multi-use. Oké. Okay. Ja, uh, heel fijn. Heel. Uh... Ja, ik wil bijna zeggen hydraterend. Het, het laat, het is, ik heb ook de Huda bijvoorbeeld. En die vind ik qua dekking beter dan deze. Die is ook een tintje lichter wel. Maar die is uh, bijvoorbeeld hier op mijn wang, uh, Op mijn wangen, zeg maar, dit stuk ben ik het droogste. En, en die uh, benadrukt dat echt. Maar dat doet deze dus niet. De Dior. Wat ik ook heel fijn vind is. Ja, en dat is heel controversieel. Want ik hoor er. Bijna nooit meer hele positieve verhalen over is de NYX Bear With Me Concealer Serum. En ik heb de kleur Light. Gewoon Light. Het is een concealer serum en meer staat er ook niet op. Dit is zo'n goede kleur voor mijn huidskleur. Ehm. Um... En hij dekt heel goed. Hij dekt zelfs mijn extreme rode rosacea plek. Uh, ja, heel goed. En wat ik ook altijd een hele fijne vind. En dit is toevallig de kleur peach, volgens mij. Het ja, zijn uh, de Revolution Conceal and Correct Concealers. Dat zijn deze. En dit is toevallig een peach. Uh, maar ik heb ze ook in andere kleuren hoor. Uh, deze, het is een hele fijne color corrector en concealer. Dan komen we bij de foundations, waarvan ik er drie heb uitgezocht. Ik had mijn hele bakje mee kunnen nemen. Uh, wat ik absoluut, absoluut een heel fijn product vind, is de Dior. Ik ben een, ik ben een Chanel fan, hè? De Forever Natural Nude. En ik heb de kleur 1N. Dit is een uh, 24 Hour Wear Natural Perfection foundation. Fresh Sensation en 24 hour hydration. Ja. Um, ja, heel fijn. Ja, hij zit mooi. Hij draagt mooi. Hij, het is gewoon mooi. Wat ik ook een hele fijne vind, en die is wel iets duurder dan gemiddeld, maar is de Chanel Sublimage Laissance de Teint. Ik weet niet of u het zo zegt. En dan heb ik de kleur BR12. Dat is een beetje, zeg maar, B10 is meestal de lichtste kleur bij Chanel. En BR12 is dan de beetje rosy kleur. Wel neutraal, maar dan meer rosy. En deze zegt Ultimate Radiance Generating Serum Foundation. Heel fijn. Dan heb ik de laatste. En daar had ik um, een keuze uit vier. Um, maar dat komt ook niet, want het is de top drie. Um, dus ik heb deze gepakt. Maar dit, zou ik, um, dit vind ik de fijnste van allemaal. Deze heb ik ook het langste van allemaal. Deze is ook. Uh, Al heel eind op. Dit is de L'Oreal Perfect Match Nude. En hoe heet het verder? Serum Foundation. Volgens mij. Dat is deze. Ik heb de kleur 0.5 tot 2 zeer licht. Goed uh, shaken. Dat doen we nu niet. Want als je het goed ziet door het licht heen. Zit die ongeveer tot hier? Dus ik ben er bijna doorheen. Deze heb ik van, nou, ik, ik vind die um, van Maybelline vergelijkbaar. Ik heb hem van Wet n Wild is vergelijkbaar. Ik heb hem van Revuel is vergelijkbaar. Dit is gewoon een hele mooie. Ik heb hem van Kruidvat. Uh, light, lichte dekking, skin tint. En ik hou ervan. Uhm. Dan de poeders. Mijn favoriete poeders. Nou, dan gaan we. Wat ik heel fijn vind, is de Flawless Finish Fixing Powder. 4 in 1. Fixing, Blurring, Mattifying en Sweatproof van de kruidvat. Het is een hele dunne witte poeder. En ik hou van die poeders. En als je ze uittikt, dat je dan van die wolkjes en van de hele fijn. En ik weet dat sommige mensen die haten dat. Maar als je een hele droge en zeker wat oudere huid hebt, dan zijn die hele fijne, uh, fijn gemalen poeders. En zeg maar een beetje een soort. Uh, nou, het is nog fijner dan poedersuiker bijna. Die zijn heel fijn, want die, daardoor ziet je huid er niet droog uit. En uh, die blenden heel mooi in je oudere droge huid, zeg maar. Deze vind ik heel fijn. Wat absoluut, absoluut voor mij een favoriet is. Daar ja, is een beetje vies. Is de Mora Set and Correct Loose Setting Powder in de kleur Rose Pink. Dat is wel even zo. Deze. Dopjes een beetje vies. En dit is zo'n drie kleuren poeder. Maar deze blurt. Dit is de kleur 05 Rose Pink. Met. Uh, en volgens mij hebben ze een soort peachy, een roze en een lavendel kleur. Zit erin. Zo, zie je dat? Deze is echt heel fijn bij de Boezy Shop. En hoe kan het ook anders? De Natural Finish Loose Powder van Chanel. Ja. Deze is bijna op. Nou ja, bijna op. Ja, bijna op. Um, ja. Dit is de kleur 20. Dat was toen de lichtste kleur. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ik heb deze al een tijd. Um, 18 maanden open. Nou, daar ben ik echt al ver overheen. Over 18 maanden. Maar zolang ik er geen last van heb, blijf ik dit gewoon gebruiken. Het is een droog product. Dus uh, uh, ja, we gaan een beetje uit. Oh ja. Oh, dat is niet zo handig. Nou ja, goed. We gaan verder met de creams. Die komen in principe natuurlijk voor de poeder. Maar nou ja, goed, nu even niet. Um, wat ik een hele fijne vind. En dat is eigenlijk. Ging dat een beetje tegen mijn principe in. Want ik wilde niet hele nieuwe producten. Ik wilde echt goed geprobeerde producten. Maar de Baby Got Bronze Liquid Bronzer van Essence. Het is voornamelijk de kleur: de kleur is zo goed als je een lichte huid hebt. Um, het is met zo'n sponsje. Deze kun je ook open en dicht draaien. Het sponsje is altijd vies en deze komt in het midden gewoon met een gaatje eruit en niet door een heel sponsje heen. Het is even aanpassen met uh, hoe je ermee om moet gaan. Maar de kleur, jongens, de kleur echt. Deze is geweldig. En wat ik geweldig vind, is de She Glam Sun Sculpt Liquid Contour. In Soft Tan. Dat zijn deze dingetjes. Uh, en ik heb er zo meteen nog één. Uh, dit is de contourkleur. Ik heb het ook in een meer bronzer kleur. Maar deze buiten de formule die heel fijn is, is ook de kleur voor mij heel goed. Maar voornamelijk de formule. En wat een absolute favoriet is. Is de Revolution Ultra Cream Bronzer. En ik heb de kleur Light. Ik doe hem een beetje aan deze kant, want anders zie je zo alles erin. Um, ja, dit is zo'n mooie cream bronzer. Oh, hij is niet helemaal dicht. Um, ja, gewoon perfect. En hiervan zijn zoveel succesverhalen op YouTube te lezen of te horen en te bekijken. Deze is echt heel goed. Dan heb ik uh, ook cream blush. Ik heb er drie uitgezocht. Het was best een beetje lastig. Um, maar wat ik als eerste een hele fijne vind, en die is ook redelijk nieuw, zijn de Elft, de elft de elf, Camo Liquid Blush. En ik heb de kleur Peach Perfect. Dit waren de dupes voor de um, Rare Beauty. Maar deze zijn zo mooi. Dit is een favoriet. Wat ik ook heel fijn vind. Is de Charlotte Tilbury met Beauty de Pillow Talk Met Beauty Blush Wand. En dit is de kleur Pillow Talk. Die kon je alleen maar krijgen. Uh, bestellen bij haar op de website. Die lag niet in de winkels. Uh, en deze is echt heel mooi. En deze heeft ook zo'n poef. Maar deze komt dus niet uit het gaatje. Dit is het origineel. Deze komt gewoon door de spons heen, zeg maar. Uh, hiervan heb ik ook dupes hè, van Revolution en zo. In andere kleuren. En die zijn ook heel goed hoor. Maar het ging bij deze voornamelijk om de kleur uh, die ik wilde in het zonnetje wilde zetten. En dan heb ik van Chanel Le Beige de Water Fresh Blush. En ik heb de kleur Light Pink. Ik heb ook de Water Fresh Foundation. Allebei. En de Water. Hoe heet die andere? De Water Tint Foundation. Maar nou, ik weet het niet meer precies. Um, en dat is met zo'n pompje. En met. Kijk, ik zal kijken of die het oppakt. Met van die balletjes. Een balletje aan pigment die je dan kapot maakt. En dan komt daar kleur uit. Uh, heel fijn. Heel mooi op de huid. Heel uh, lichte, mooie, zachte look krijg je hiervan. Ja. Ja. Dat waren de creams. Um, meestal ga ik dan uh, uh, nu poederen. En dan gaan we uh, sprayen. Nou, zullen we de sprees voor het allerlaatste bewaren? Ja. De, uh, dan gaan we nu uh, poederbronzen. En ik heb er drie. Ik heb de Revolution poederbronzer in de kleur tan. Dit is zeg maar de poeder equivalent van die cream bronzer. Heel mooi, heel natuurlijk licht. En wat ik ook een hele fijne vind is de... Sunny Side Up Glow Bronzing Powder van Kruidvat. Maar ik moet zeggen, ze vallen erg licht uit. Ik heb de kleur 30 Golden Tan. Ze zijn echt heel licht. En de lichtste vond ik de oranje. Dus ik heb een wat neutralere kleur gekozen. Maar ze zijn heel licht. Ze zeggen hier: een luchtige bronzer met parelmoer en goudpigmenten. Voor een natuurlijke, warme, zonnige, gloed en stralende finish. Versmeld met de huid en verzorgd met druivenpitolie. Uh, ja, ik ben het wel mee eens. Dit is een hele mooie natuurlijke poederbronzer. En wat ik ook echt, echt, echt heel fijn vond, was de NYX Buttermelt Bronzer. Dat is deze. En ik heb de kleur Buttercup. Dat is de lichtste kleur. En die is Light Neutral. Zo beschrijven ze deze kleur achterop. Buttercup Light Neutral. En dat klopt ook wel. Um, ja, Boucheshop. Shop. Uh, dan de poeder blushes. Um, ja, dat vond ik echt heel moeilijk. Want ik ben heel dol op blush. Ik heb ook lekker even een koffietje erbij. Uh, ik ben heel dol op blush en ik heb er heel veel. Um... Maar ik moest er drie kiezen. Oké, okay, wat ik heel fijn vind zijn de Essence Blush Crush. Dit is de kleur 90 Desert Nude. Ik weet niet of je het zo beter kan zien. Um, hiervan zeggen ze. Een uh, powder blush with a silky smooth and buildable texture. Oh, we zit ook in het Nederlands. Een poederblush met een zijdezachte en opbouwbare textuur. Nou, dat klopt ook wel. Hier heb ik meerdere kleuren van. Deze zat in de afgelopen lente-zomer lente-zomercollectie volgens mij van Essence. En dit zijn hele fijne blushjes. Um, wat ik ook een hele fijne vind. Is deze van Mina. Nou, er staat verder niks op. En dit is de kleur 503, de blush. Ik, heerlijk hoe simpel zij het houden. Ik heb wel een beetje gekeken in verschillende tinten, zeg maar. 503 is de, ja, ach, uh, yeah. oh, daar komt de bezorger, momentje, hij is er nog niet, dus praat ik even door, dit is de Dior Rouge Blush in 459 Chanel, en dit is echt een hele mooie natuurlijke blush, zo, daar zijn we weer. De Dior uh, ja, Rouge Blush. Meer staat er niet op. De kleur Chanel. Nou, ik heb de deur open laten staan. <tie> Voor het geval daar weer een opmerking over wordt gemaakt: um, dat licht gaat vanzelf uit. Er zit een timer op. En een sensor. Dus als ik de gang in loop, gaat hij automatisch aan. En als, de, hij gaat automatisch uit. Um, dan komen we bij highlighters. En dat is niet mijn favoriet onderdeel. Ik draag het niet zoveel. Ik heb er best een aantal. En ik kon hier onmogelijk. Als ik hiervan een selectie zou maken. Sorry. <coughs> Als ik hiervan een selectie zou maken in poeder en cream, dan zou ik. Nou, echt, hè? Ik even zo. Oh, dat is echt heel. Ja, zo beter. Oh, moet ik wel mijn arm zo houden. Sorry voor het licht. Ik zit beneden, dus ik heb hier niet. Ehm. Um... Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik drie favoriete poeder highlighters heb, bijvoorbeeld. Dus ik heb de highlighter, poeder en liquids gewoon op een hoop gegooid. En dan beginnen we natuurlijk met de Essence Make Me Glow Baked Highlighter. In de kleur 10 It's Glow Time. Deze vind ik mooi. En als ik een highlighter pak, een poeder highlighter, is het eigenlijk 9 van 10 keer deze. Dan heb ik van SheClam, en daar heb ik er twee van, maar dit is de kleur Bellini Brunch. Dit is een beetje rozig. Uh, ja, net als de bronzen en ook de blushjes trouwens, gewoon een heel fijn product. Ik heb ook de witte, de lichtste kleur, uh, maar ik vind deze net iets minder heftig op je gezicht. En wat ik dan uh, ook nog wel wil proberen, zijn de XX Revolution highlighters. En deze is in Crystal Pink. Dat is ja, het is meer een beetje een koelere kleur. Een heel fijn product. Een mooie kleur trouwens, deze Crystal Pink. Um, ja, dan hebben we hebben de gezichtsproducten gehad, behalve de sprays. Ja, um, yeah. de Max and More Fixing Spray long lasting en Hydrating. Um, um, shake bottle before use, spray on the face from a distance van 25 centimeter, let it dry, keep out of your eyes. Nou, oké. Okay. Uh, meer zegt het niet. Dit is ideaal om je de poederigheid van je gezicht af te halen. Om het zeg maar. Wow, die zon zeg! Om het in te laten smelten. En wat ik een hele fijne. Uh, dat is meer een fixing powder. Die van de Action. En dit is de NYX Radiant Finish Setting Powder. Dat is deze. Deze hebben ze in mat, radiant en dewy. En ik vind de Radiant versie het fijnste. Nou, zou ik nooit met mijn droge huid een matte uh, spray nemen. Maar uh, doei vind ik dan een beetje te, zeg maar. Um, dus ik neem dan de Radiant versie. En ik vind deze van niks echt heel fijn. En wat ik ook een fijne vind, um, die ik zeker opnieuw ga kopen als ik hem op heb gemaakt, is de melk. Uh, Hydro Grip Set and Refresh Spray. Dit is de spray variant van de bekende primer. Die ik nog nooit geprobeerd heb. Die wel op mijn wensenlijstje staat. Dit is een minietje. Uh, ik weet niet hoe groot de grootte is. Het is 50 ml. Shake Well Then Spray. Nou meer staat er niet op. Alcoholvrij. Ja. Fijn product. Um, dan heb ik ook nog iets voor de ogen uitgezocht. Eigenlijk, um, ik heb voor iemand die niet van oogschaduw houdt, best heel veel oogproducten. Vind ik zelf. Um, maar ik merk dat ik vaak dezelfde dingen pak. Dus dat zijn dan blijkbaar je favorieten. En dat is onder andere deze Huda Cool Matte Obsessions. Ja, blijkbaar vind ik dit dus een fijn palet om mee een basis ooglookje te maken. Uh, de variant daarop is de Dior Backstage Eye Palette in 002 Cool Neutrals. Deze is niet helemaal mat, deze heeft wel wat shimmers. Maar. Ik merk dat ik hem heel veel pak. Het is niet een kabaal kleur in je in face. Uh, we gaan uh, lekker clubben. Kluppen? Kluppen? Niet kuppen, maar clubben. Uh, nee, die tijd heb ik gehad. Dat deed ik wel in het begin dat ik twintig was, maar nu niet meer. Dit is gewoon een mooie, sophisticated uh, kleur. Ja, en wat ik heel veel gebruik zijn deze 11. Hoe heet het? Dit is Love You a Latte. Ja, dit is een 11-oogschaduwpaletje. Die vier dingen. Die zijn, geloof ik, 5 euro of zo. 6 euro. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb hem al een tijdje. Dit is een hele matte versie. Want ik hou van mat. Uh, wat ik zeg: dit is Love You a Latte. Nou, ik vind hem geweldig. Dit zou ook het enige. Dit is mijn allerfavorietste. Dit zou het enige paletje kunnen zijn wat ik zou gebruiken. De rest van mijn leven. Ik doe het allemaal gelijk terug in mijn bakje. Ik kan het zo meteen weer mee naar boven. Dan had ik lippotloden. Mijn favorieten zijn. De Essence 8 Hour Matte Comfort Lip Liner. En dit is de kleur 10, de Perfect Shade. Deze zat in de laatste, deze kleur. De potlood bestaat al langer. Dit soort potloden bij Essence. Dit zijn van die draaipotloden. Niet mijn favoriet, maar oké. Okay. Uh, de kleur wel. De kleur is echt perfect. En deze zat in de laatste update van Essence. Deze kleur. Uh, maar ik gebruik hem genoeg om nu te zeggen: ja, hij hoort bij mijn top 3 favorieten. Dan heb ik hetzelfde soort van Catrice de Plumping Lip Line. Plumping lip liner. En dit is de kleur 69 Manhattan. Nou, zoals je ziet, het is eenzelfde soort kleur. Dit is ook een opdraai potloodje. Dit zijn gewoon hele mooie basic lippotloden. Make-up Forever Artist Color Pencil uh, en ik heb de kleur Anywhere Caffeine. Zoals de helft van de wereld het heeft. Deze kun je. Ik gebruik hem als lip liner, maar deze kun je voor alles gebruiken. Is het je perfecte? Oog uh, wenkbrauwkleur gebruik je hem daarvoor. Wil jij hem als oogpotlood gebruiken, dan gebruik je hem daarvoor. Ik gebruik hem als lippotlood en ik ben ervan overtuigd dat dingen die je als lippotlood gebruikt, je vervolgens niet op je ogen gaat smeren en andersom. Um, maar ik vind het een hele fijne, een fijne kleur, heel natuurlijk voor mij. Dan heb ik bullet lippenstiften. Vond ik ook heel moeilijk, want ik ben nogal gek op mijn lippenstiften. Ik heb de Chanel Rouge Coco Flash in de kleur 54 Boy. De Boy-kleur. En dit is dan, zeg maar, de glimmende kleur. Deze is niet mat. Deze is echt um, shiny. Ja, ik weet niet. Zetten noemen ze dat. Maar hij is echt wel een beetje als een soort balm. Het is geen balm. Het is echt een lipkleur. Maar deze, hier, deze heb ik boven. Uh, in mijn make-up stash. Ik heb er ook een in mijn handtas zitten. Want wat voor look je ook op hebt, deze op je mond is altijd goed. Wat ik ook echt, wat in korte tijd een favoriet is geworden en waarvan ik merk dat ik hem heel vaak pak, is deze Catrice Generation Joy lipstick. In C02 Real Rosewood. Dat zijn deze lippenstiften. Volgens mij waren ze van een special edition. Maar zo mooi op de lippen. En deze blijft wonderbaarlijk genoeg zo lang zitten. Voor mijn doen. Uh, ja, heel fijn. Heel mooi. Geeft een heel mooi resultaat. En wat ik een absoluut favoriet vind. Wat ik ook vandaag draag. Is de Mina de Lipstick in 2,57? Dit is mijn favoriete kleur bij Mina: 2,57. Een mooie, koele, naturelle kleur. Ja, het is een redelijk matte lipstift, maar heel mooi. Dan heb ik ook nog liquid lipsticks. Daar kon ik er ook drie van vinden. Die, uh, die ik regelmatig pak en die mijn favorieten zijn. Um, dan heb ik de Maybelline Superstay Vinyl, 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 vinyl Ink. In de kleur 95 Captain Faded. Dat zijn deze. Um, ja, je ziet er niet heel veel aan. Niet te dik opsmeren. Een dun laagje laten drogen en that's it. Ik weet dat er uh, veel um, gebruikersaanwijzingen zijn bij dit product. Dan heb ik de Essence 8 Hour Matte Lipstick. En ik weet nooit welke kleur dit is. Volgens mij zit de kleur 2. Het staat er gewoon niet op. Het is deze... En deze komt volgens mij ook uit de afgelopen zomer. Uh, voorjaar en zomer collectie. Toen hadden ze een aantal nieuwe. Hebben ze de formule verbeterd en een aantal nieuwe tinten. En volgens mij is dit de kleur 2. En wat ik een hele fijne vind. En ik had het niet van mezelf verwacht. Dat zijn de Kylie. En dan staat het hier heel klein. De Velvet Liquid Lipsticks in de kleur 700 Bear. Deze is zo. Hij ziet er paarsig uit, maar het is een idee. Dit is een hele mooie, neutrale kleur op je lippen. Prachtig. Ik had het niet verwacht, ik ben niet een hele grote Kylie-fan. Maar goed. Het wordt een lange video, jongens. Uh, als laatste, de laatste. <laughs> Dit is de laatste. Uh, de glossjes. Uh, Oké. Okay. Ik begin met de Catrice Volumizing Lip Booster. En ik heb de kleur 090: De Power of Nude. Dat zijn deze: met mint. Ja, zal ik hem opdoen? Heel fijn. Hele, hele fijne formule en prachtige kleur. Ik heb ook de Maybelline Lifter Gloss. En dit is de kleur 009 Topaz. Dit is een wat donkerdere... Hier zit mint in. Hè? En die van Catrice. Oeh. Uh, dit is een wat donkerdere kleur voor mijn doen, Maar het is een hele mooie gloss. Zeker op die uh, Velvet Ink-Lippenstiften. En mijn laatste favoriet is de Dior Maximizer. En dit is de kleur 13. Dit is de Your Deck Addict Lip Maximizer. Dit is de kleur 013. En volgens mij heet hij ook nude of bare of zoiets. Hij uh, doet je qua kleur heel erg denken aan deze van Catrice. Ehm. Um. Vind je dit te duur? Wat ik heel goed begrijp, koop dan deze gewoon. Het is niet een dupe. Maar het komt echt in de buurt. Dat was hem. De top 3 favorieten van iedere productgroep. Laat ik het zo maar zeggen. Um, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je een leuke tip eruit hebt kunnen halen. Iets wat je ook wil gaan proberen. Geef niet de... Gaat niet kopers als je niet kan betalen, laat ik het zo zeggen. Um, maar ik neem aan, volgens mij heb ik uh, geen hele jonge kijkers, dat iedereen dat wel snapt, toch? Um, ik ben even die hm, klooshand verdelen nog. Um, ja, leuk dat je gekeken hebt. Doe een duimpje omhoog en dan zie ik je graag de volgende keer. Doei!